De temperatuur zakt, de verwarming gaat aan. Een gemiddeld gezin gebruikt jaarlijks zo'n 1500 kubieke meter gas. Dat kost ongeveer 1000 euro op je energierekening. Maar daar kun je flink op besparen als je je verwarming slim gebruikt. Als je de thermostaat deze winter 1 graad lager zet dan je gewend bent, dan bespaar je daarmee 80 euro per jaar. Je hoort wel eens dat je de thermostaat 's nachts of als je weg bent niet te laag moet zetten, maar dat blijkt niet te kloppen. Het advies is tegenwoordig om de thermostaat altijd op minimaal 15 graden te laten staan. Dan slaat hij niet aan. Een uur voor je naar bed gaat of weggaat, kun je hem al laag zetten. Alleen als je vloerverwarming hebt, moet de thermostaat op 17 of 18 graden blijven staan. Anders duurt het opwarmen te lang. Je kunt flink besparen door alleen de ruimte te verwarmen waar je bent. En zorg dat je de tussendeuren dicht houdt. Dat klinkt logisch, maar als je dat nu nog niet doet, dan kun je daar jaarlijks meer dan 200 euro mee besparen. Het zorgt wel voor een boel heen en weer geren van radiatorknop naar radiatorknop. Maar ja, daar blijf je weer warm van. Tot slot. In een koud huis val je af. Bij een lage temperatuur gaat namelijk je stofwisseling omhoog. Proefpersonen in een huis van 15 graden hadden minder vet. En als je dat nou ook wil, hoef je alleen maar op de bank te gaan zitten. In een koud huis. En zonder dekentje. Dat dan weer wel.